Maar goed dat ze achter glas zitten, die Clarks. Oh, ja. Ja. Wat een lucht hing er in, als je er een tijdje aan had. Ja. Mijn leven lang onthouden heb. Leg het nog eens uit. Nederlandse onderdaan zonder enig moraal. Ja, nou, dat waren we toch ook. Als je dan later in het woordenboek gaat kijken wat moraal betekent. En wat hier staat. Hier staat een zin onderin. Ja. We hadden altijd feestjes. Ik ben heel veel feestjes af geweest. Ja. Dit is onder andere door scholieren van een jongensschool in elkaar gezette vuif. Waar de onmisbare vrouwelijke danspartners waren gerekruteerd uit een milieu dat zich over bepaalde opvattingen niet al te druk maakte. Nee. Uit een milieu? Opvattingen? Nou, ik moest echt niks verkeerd doen van mijn ouders. Of van mijn moeder, want dan kreeg ik een zaaier voor mijn hoofd. Ja, ja, ja. Dat is... En dat wordt dat dan zo neergezet dat je een nozen bent. Ja, ja, ja. Ik ben nooit over de heining gegaan. Ik ben nooit... En dan ben je opgepakt omdat je een feestje... Het is niet te geloven, we hadden daar feestjes. Ja. Echt heel normaal voor jongelui. Ja. En dan was het s'avonds dansen aan boord. En dan ging iedereen... Die begonnen heel klassiek, hè. En dan kwam er een sneller... Nou, dan had mijn vrouw een lange jurk aan. En dat trok ze dan op. Een centuurtje erom, dus dat bloeste eroverheen. En dan gingen we eventjes... Ja, ik vond dat ook leuk. Even jiven, freestyle. En dan gooi ik daar links, rechts en in de lucht. Dan ging iedereen zitten. En dan kwam de kapitein. Die kwam naar me toe. Mr. Free Champagne. Ja, nou en dan kom je morgenavond weer, want... Entertainment. Ik was een betere entertainment, want er zat een bandje in. Dus maar dat was wel klassiek. Ja. En dan vroegen ze, waar wil je op dansen? Ja. En dan was het. En dan gelijk zetten ze in als ze binnenkwamen. Nou, en dan dat publiek. Kleding, heel brutaal. Ja, ja. Want we zijn even sexy. 50 jaar geleden zijn we. In 1966 zijn we met een boutique begonnen. Een van de eerste boutiques in Nederland. Hoe heet je die? In de Prinsenstraat. Moes. Moes in de Prinsenstraat. Ja, ja. Ja. Nou, en daar heeft zij heel. Ze hadden het echt in de vingers. Dan gingen we overal heen. Canada, India, Frankrijk. Om inkopen te doen. Allemaal inkopen. Ja. Dat was werkelijk booming. Alles wat zij aanraakte, dat veranderde in goud. Ja. En dit was toen ik 52 was. Zo, zag ze er nog goed uit. En dit was jaar 35. Ja, ja. Leuk, hè? Ja, mooie vrouw. En dat... Gelijk voor één dag. Ja. What you see.
can be held to a dream.